Het leek me leuk om deze video te beginnen met een wipe. Daarna ga ik alles uitleggen over deze video. En leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van mij. In ieder geval, vandaag ga ik het met jullie hebben over dat mijn kanaal weer een beetje dood is. Een beetje inactief. En dat heb ik al vaker. Ik heb soms periodes dat ik even geen zin heb in YouTube en dan ga ik niet uploaden. Of ik heb te veel school. Jij zou dat vast wel kunnen herkennen. Maar dan merk ik ook aan mijn abonnees dat ze gewoon inactief raken. Ik ben inactief, hun raken inactief. Logisch. Maar wat ga ik er nou aan doen om die subs weer terug te krijgen? Wat ga ik nou doen zodat ik die 1500 subs heb en dat ik misschien 500 weergave heb in plaats van 100? Deze video gaat heel erg chill worden voor de YouTubers die een beetje weinig weergave hebben. Want dat gaan we bereiken. Actieve subs, meer weergave, leuke comments. Komt allemaal goed. Nou, eerst wil ik weten waarom ik dus inactieve subs heb. Nou, dat weet ik. Ik heb bijvoorbeeld gewoon te weinig geüpload. Ik heb geen uploadschema. En daar ga ik verandering in brengen. Dus wat moet ik veranderen aan mijn kanaal? Uploadschema. Het is voor een uploadschema belangrijk dat jij het leuk vindt, maar ook dat jouw kijkers het leuk vinden. Dan heb je die video online staan en dan moet die ook wel een beetje leuk bekeken worden. Om te weten wat jullie nou leuk vinden, gebruik ik vaak het i'tje. Ik weet niet waar die zit, volgens mij daar. Maar in ieder geval, ik stel bijvoorbeeld vragen bij Fortnite. Vinden jullie Fortnite leuk? Willen jullie meer tutorials? En dan klikken jullie dan ja op, dus dat vinden jullie leuk. Dus mijn uploadschema gaat worden maandag Fortnite, woensdag wordt een tutorial of tip. En zaterdag random video's. Het kan een droomvideo worden, een filmvideo, een short movie, een Fortnite video, tip, tutorial, van alles. Dat wordt gewoon de dag, stel ik heb tijd vrij, extra video. Nou, nu weet ik wat ik wil gaan uploaden, wanneer ik het ga uploaden en wat jullie dus kunnen gaan verwachten. Een van de laatste puntjes die ik nu moet doen is de inactieve subs actief maken. Hoe ga ik dat nou doen? Ik ga reageren op jullie comments. Dus bijvoorbeeld jullie hebben gezet op mijn video, Pelle, leuke Fortnite video, Pelle, leuke tutorial. Op deze manier weten de kanalen dat jij weer actief bent en weer leuke video's maakt. En zo krijg je weer actieve subs. Wat je ook kan krijgen, en het heeft een voordeel en een nadeel, is bijvoorbeeld inactieve subs die bijvoorbeeld in kanalenbeoordelen willen zitten. En stel, ik maak dat even niet meer. Die denken van, oh, Pelle heeft geen kanalenbeoordelen meer. Oh, hij maakt alleen maar Fortnite. Ja, ik ga unsubben. Dat maakt eigenlijk helemaal niks uit. Want je hebt liever een kanaal met 900 subs en 300 weergaven dan een kanaal met 1000 subs en 100 weergaven. Dus sub voor sub werkt gewoon niet. Houd daar eens mee op. Ik heb een kanaal met 500 abonnees. Ja, maar wel 30 weergaven per video. Nou, dat is meer een... Weet je, ja... Wat wil je nou bereiken? Als je extra tijd hebt, benut dat dan in social media. En dan voornamelijk in Instagram. Instagram is super populair. Je kan er foto's plaatsen, video's plaatsen en stories. Het is gewoon perfect. Bijvoorbeeld, je bent bezig met een short movie en je wilt het laten zien aan je kijkers. Dan film je dat even snel van, oh, onze short movie gaat zo leuk worden en zo goed. En heb je nou die story gemaakt, kun je ook even een fotootje maken die je weer kan posten. En dat werkt gewoon perfect. Dan heb je nog even zo'n linkje in je Instagram, zodat mensen naar jouw YouTube kanaal gaan en abonneren. Dit zijn gewoon die 10 extra subs in de week of in de maand die jou gewoon extra motiveren. Ik weet wat ik wil uploaden en wanneer. Ik heb nu een uploadschema. Ik maak inactieve kanalen actief. Het enige wat ik nog moet doen is een paar dingen in mijn video verwerken. Als ik deze paar puntjes in mijn video's doe, dan merk ik gewoon dat ik 10% meer subs krijg per maand. Het belangrijkste ding is dat je in de eerste 10 à 30 seconden hebt om je kijker te interesseren in jouw video. Gebruik bijvoorbeeld een leuke vraag uit de Q&A. Bijvoorbeeld, heb je een vriendin? Nou, daar klikken mensen op. Mijn vriendin heeft grote tieten. Nou, weet je, daar klikken mensen op. Dus zet het in je video, dan de intro. En maak dan je video een beetje leuk. Lekker snel knippen, dat is ook een tip. Gewoon snelle edits, werkt heel goed. Wat ook heel erg belangrijk is, goede audio, goede beeldkwaliteit. Goede audio staat op nummer 1 en daarna beeldkwaliteit. Want slechte audio, jongens. Gebruik je dat, maar goede beeldkwaliteit, mensen klikken weg. Heb je goede audio en slechte beeldkwaliteit, mensen blijven langer kijken op je kanaal. En mijn laatste puntje, interactie met je kijkers. Nou, reageren is zo belangrijk, maar spreek je kijkers aan met je. Jij kijkt mijn video, jij. En niet jullie. Jullie zijn veel meer, kan ook, ligt aan de vraag. Maar gebruik niet vaak meervoud. Probeer gewoon je, jij. Jij kijkt mijn video. Ja, daar moet ik nog meer over lullen, jongens. Ik bedoel, het is gewoon belangrijk om interactie met je kijkers te hebben. Goede kwaliteit, lekkere snelle edits. Jij kijkt mijn video en niet jullie. En wees jezelf. We zijn met zoveel YouTube creators. Zoveel. Vergeet vooral niet te subscriben als je het wilt. Vind je mijn video's leuk? Subscribe, dan ben je op de hoogte van mijn video's. Maar jij moet wel even op die like button klikken en dan zie ik jou een nieuwe video.